Stefanie, de enthousiastelingen zitten daar. Ze zijn niet meer niet veel, maar ik heb gezegd dat ze lawaai moeten maken voor alle zalen. We hebben ze al gevonden, inderdaad. Nu, wat voor een bedrijf hebben jullie precies? Leg daar een keer meer over uit. Ik ben eigenlijk heel bewust, 2 jaar geleden pas, gestart met een vleesbedrijf, de Blonde Aquitaine en op Rakkuur. Daarnaast heb ik dan de zorgboerderij en ja, dat is een beetje overblijfsel van mijn vorige job. En de overgang van je vorige job naar iets dat je heel bewust hebt gedaan, als ik daar ook zo wat naar aan het kijken was, een bedrijf dat bewust heel natuurlijk en op duurzame wijze wil produceren, leg een keer uit waarin dat dan zich uit? Ja, onze koeien die renderen gewoon heel goed op natuurgebieden en zo. Onze koeien lopen altijd op natuurweiden. En in de winter krijgen ze in hun rantsoen ook mooi van die weiden. En ook ja, de korte keten is bij ons heel belangrijk. Door onze hoevenwinkel verkopen ons eigen duurzaam gekweekt rundvlees in onze hoevenwinkel. En ik zag ook iets van trage groei, dat dat belangrijk is. Ja, normaal gezien is een koe die is veel rapper gereed, zoals dat ze zeggen. Bij ons gaat het allemaal veel trager, veel rustiger. Dat vlees krijgt een donkere kleur daarvoor en heeft ook heel veel smaak. Jullie kiezen ook voor zorgbesten? Ja. Dat is ook het overblijfsel van een vorige job. Ik deed die job ongelooflijk graag. Een passie. Ik kon met die mannen heel goed werken op post. Die deed alles voor mij. Ik deed daar natuurlijk ook alles voor. Dan heb ik de keuze moeten maken om onze eigen stap te blijven werken met school. En ja, ik wil dat toch wel een beetje combineren. En dan zijn de beste doodhoek moeten erheen komen. Dat is het meest fantastische aan heel de job. Nu, over fantastisch gesproken, ik ga een grote sprong terug in de tijd nemen. Je komt niet uit een landbouwgezin, maar toch zei jij blijkbaar als kind, ik wil later met een boer trouwen. Dat klopt. Ik ben al zo groot denk ik, later trouw ik met een boer. Kinderen zitten op zijn. Ik heb koeien, ik zeg, dat is degene die ik moet hebben. En een paar weken later kwam ik bij hem en hij had wel geteld 1 koe in zijn stal. Hij had niet gelogen. Een beetje gebluft, maar 1 koe maakt de boer en intussen een mooi bedrijf. Zijn die andere dromen ook al aan het uitkomen? De grootste droom is al uitgekomen om dan zelf voorin te worden. En droomreisje met Jamaica, dat ik gaan doen. Oh. En dan gaan de vrienden intussen op bedrijf misschien letten. Hè. Nu, ook voor u een gelijkaardige vraag. Welke boodschap zou jij verkondigen als je na vanavond de spreekbuis zou worden voor de sector? Ik zou de jeugd echt willen aanmoedigen. Ik kom echt niet uit de landbouwfamilie en ik heb het ook gedaan. En ik zou de jeugd of de jongeren onder ons echt willen aanmoedigen om gewoon ook voor de landbouw te kiezen. Als je een keuze hebt, doe het gewoon. Het is een fantastische job. En, er moeten er meer komen. Ja, wel, voilà. Laat dat maar horen overal, niet alleen in Reti. Dames en heren, geef ze een warm applaus voor Stefanie van Over.